Kijk wie er thuis is. Woep woep, bekende setting toch? Winning in life. Ik ga snel beginnen met de video, want ik geef antwoord op jullie vraag. Wat is nou clean eating? Kom, we gaan beginnen met een heel diplomatiek verantwoord antwoord. Clean eating is een eetstijl. Het is geen dieet. Yup, klopt, maar het is echt zo. Clean eating is niet iets wat je een paar weken doet om af te vallen. Je eet clean omdat je gelooft dat op deze manier eten je de meeste energie oplevert en je lichaam van de beste brandstof voorziet. Oké, we gaan het even specifiek aanpakken. De regel van clean eating, de allergrootste regel, is dat je onbewerkt eet. Als je ook maar één woord van deze video onthoudt, dan hoop ik oprecht dat dat onbewerkt is. En onbewerkt betekent niet per se biologisch. Clean eten of onbewerkt eten betekent dat je zoveel mogelijk voeding eet die zo dicht mogelijk bij de natuurlijke oorsprong zit. Een specifiek voorbeeld, een tomaat groeit aan een plant en daar is verder niks mee gedaan wanneer jij het gaat eten. Suiker groeit niet aan bomen. Het wordt uit suikerriet of suikerbiet gehaald. En daarmee is het een bewerkt product. Waarom is het boeiend, denk je? Nou, weet je wat het is? Als je suiker uit die natuurlijke context haalt, van suikerriet of suikerbiet, heeft het een heel ander effect op ons lichaam. De logica achter de clean eating eetstijl is heel simpel. Voeding in haar meest natuurlijke vorm is de beste brandstof voor ons lichaam. Het kost je lichaam de minste moeite om het te verteren en bezorgt het de juiste voedingsstoffen die het nodig heeft om te doen wat je wil dat het doet. Om het misschien nog iets verder te illustreren, als je clean eet, betekent het ook dat je geen light producten of vetvrije producten eet. Wat er namelijk is gebeurd, er is vet uitgehaald en dat betekent dat het bewerkt is. Clean eating is echter geen raw diet. Gelukkig maar, want je eet gewoon warme maaltijden en ik ben gek op warme maaltijden. Het betekent echter wel dat als je kookt of als je zelfs dingen uit potje koopt of kant-en-klare maaltijden, dat je heel goed naar de ingrediënten kijkt en daarin geen bewerkte producten gebruikt. Als je dus een potje Thaise curry in de supermarkt wil halen, dan check je de ingrediënten en als daar suiker in zit, dan neem je dat niet mee. Wat eet je dan wel? Nou, heel simpel. Het grootste gedeelte van je maaltijden bestaat uit groenten, aangevuld met fruit en natuurlijk eiwitten zoals kip, tofu, eieren, etc. Daarbij mogen natuurlijk de goede vetten zoals avocado en noten ook niet ontbreken. Ik eet zelf 6 dagen clean en 1 keer in de week heb ik een YOLO-dag. Op deze YOLO-dag eet ik alles wat ik wil eten. Ik heb tijden gehad dat ik 100% clean at en trust me, dat is echt super ongezellig. Vandaar dat ik het dus niet doe. De reden waarom ik clean eet is omdat het voor mij klinkt als de meest logische oplossing. Ik heb heel veel over voeding gelezen en ook over heel veel diëten, maar het is allemaal zo extreem. Je moet of heel veel dingen uitsluiten of je moet heel veel dingen toevoegen. En clean eating is vrij simpel wat dat betreft. Dat is ook iets wat mij persoonlijk heel erg aanspreekt. Ik hoef geen rekensommetjes te doen met calorieën of verzadigde vetten of punten te tellen of whatever. Ik kijk gewoon of een product wel of niet bewerkt is en daarmee ben ik er al uit of ik het wel of niet ga eten. Ik hoop dat ik je in deze video antwoord heb gegeven op de vraag: wat is nou clean eating? Om je verder te helpen heb ik hieronder een video van Blogilates gelinkt en ik heb een link opgenomen naar het boek van de uitvindster van clean eating. Daarmee wordt het denk ik ook allemaal een stukje duidelijker. Mocht je nou aanvullende vragen hebben, stel ze dan vooral in de comments. En mocht je zelf nou een vraag zien van iemand anders waarvan je denkt, hey, daar weet ik het antwoord op, voel je dan ook vooral vrij om daarop antwoord te geven. Sommige van jullie ken ik al 1,5 jaar en die kunnen prima antwoord geven op vragen van andere mensen. Uiteraard ga ik zelf ook vragen beantwoorden, maar ik kan helaas niet alles beantwoorden. Vind je deze video leuk? Steek dan een duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, waar wacht je dan op? Klik hier om je te abonneren en dan krijg je alle toekomstige video's automatisch binnen. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.